Ja, stukken beter. Het heeft ons er net een klein beetje misschien op vertrouwen. Misschien ook wel durven achteraan rijden. Want het beeld dat wij gezien hebben bij de vorige beklimming was toch een totaal ander beeld van Popovic. En nu, ja, inderdaad op het juiste moment in het juiste wiel. En zie hoe groot de schade al is. Kim Kirchen plooit. Baranowski. Helemaal achteraan van CCC. En de Rozentrui neemt het in handen. Er blijven er nog een stuk of zeven aan het wiel. Hij volgt nu al op 56 seconden van Zabaya Mbeli. Heel even checken wat die eerste prik opgeleverd heeft. Carcelli toch nog altijd moedig in het wiel. Pellizzotti. Pellizzotti die ook tijdens de vorige slotklims snel weg moest. Gobbi al ingelopen. Ja, ja. Het zal nu heel snel gaan. Dat ritme van klimmen is een totaal ander beeld dan hetgeen we er net gezien hebben. Een breuk. Casagrande heeft het even lastig. Er is Quapio schuift dus een paar etages op. Het is voorlopig ene die er echt aanhangt. Hangt. En dat is dan Garzelli. Hier gaat de Belly. Heeft de Zabaya afgeschud. Was een beetje te verwachten. Maar hij beseft wel dat zijn voorsprong te klein is. Te beperkt. In het venijn in deze klim zit hem in de Stadio Zedeka, waar de laatste kilometers zijn verschroeiend zwaar. González ingelopen. Casagrande mee. Popovic mee. Roemsas mee. En Pantani. Ja, Pantani die terugkomt, die niet telkens reageert op die beklimming of op die prikkels van Simoni. En die het vaak doet op zijn eigen manier, maar dan toch erin slaagt om terug te komen. Klein beetje alles goed steken. Ja, het is wel eens zo dat broekje in de vouwen in de liestrek een beetje opfrommelt. Nog datzelfde beeld even. Hepla. Italianen gaan daar morgen ongetwijfeld weer meer van maken. Ja, wie weet wat. Wat kunnen we daar allemaal nog van maken? Ik zou het niet weten. Zo. Bandanaatje hangt daar nog aan het achterzakje. Die gaat hij straks toch kwijt zijn, denk ik. Als er een beetje publiek gaat langslopen, gaat er wel een of andere souvenirjager daarmee weg. Belly solo. Dan nog eens even checken of er niks schuurt achteraan met de remblokjes. Nog 5 kilometer. Ja, ik denk even de rem openzetten. Wanneer het een systeem is dat je daar kunt openzetten. Nog 5 kilometer. Maar zoals ik zei, de stijlste percentages komen aan het eind. De laatste 3 kilometer constant boven de 12-13%. Ja, het is wel stilgevallen. Hè. Komen er toch een paar terug. Noé, op karakter. Met Mazzoleni onder meer. Belly, ze zien Belly voor zich uitrijden. Perez Quapio, kandidaat ritwinnaar. Popovic, ja. Met een versnelling. Hier, dat knaapje van 23. Nocentini ingelopen. Roemsas die meegaat. Simoni laat zich wat uitzakken om het van achteren te bekijken. En straks misschien met een demarrage uit te pakken achter de rug. Nog 5 kilometer hiervoor. Jaroslav Popovic. 40-42 kilometer, seconden. Ze gaan heel snel bij Belly komen. Maar ze blijven wel samen. En daar gaat Simoni. Voilà. En nu zit er nog meer poeier op. Hè? En nu? Wie heeft er nu nog een sprintje in huis om deze flitsende demarrage van Simoni te beantwoorden? En dan onmiddellijk Indica Dans. De handen bovenop het stuur. Daar Popovic gaat Jaroslav Popovic. Schrijf maar op. Kandidaat Giro-winnaar voor de toekomst. Zonder enige twijfel. Kijk eens hoe makkelijk. Ja, wat een. Garzelli wacht op steun. Steun van Mazzoleni. Hij krijgt die van Mazzoleni. Het is hem nog wel eens gelukt om op die manier de schade te beperken. En Pantani weer aan het rekkertje. Maar weer nog altijd met het Gidontje van onder. Ja, Gidon van onder. De stijl, een Pantani-stijl. Het is zeker nog niet de oude Pantani. Daar moeten we nog een beetje op wachten, denk ik. Maar op karakter gaat hij beetje bij beetje progressie maken. Simoni en Jaroslav Popovic. Leeftijdsverschil 8 jaar. Belly nog altijd de leider. Grote winnaars hier op de Alpe di Pampeago. Tonkov en Pantani. We zoeken een opvolger. Ze komen niet meteen echt dichter bij die tweetal. Maar de schade blijft voorlopig beperkt. Ja. Simoni van 71. Popovic van 80. En daar wordt nu Zabaya ingerekend. Simoni wil het verschil in het klassement uiteraard uitbouwen. En kan aan Jaroslav Popovic een goede gezel hebben. Die kan hem nog wat opjutten. Ja, het is spijtig dat Popovic inderdaad op 3 minuten staat. Want Popovic heeft een goede tijdrit in de benen. Hè? Absoluut. Maar een tijdrit, José, bij de belofte. Het is nog niet een tijdrit bij de profs. Hè? Hij kan wel tijdrijden. Absoluut. De tweede van het WK tijdrijden.
een paar jaar geleden, toen hij ook wereldkampioen werd bij de profs in Lissabon. In Lissabon, op een lastig parcours. En ook deze tijd, het vanmorgen, met de kniksken op het einde, zo op de goede 10 kilometer van het einde, zeker niet makkelijk. Misschien maar een kleine 200 meter soortenverschil, maar toch nog voldoende lastig. Wat doet Perez Quapio? Gaat hij in de reactie? Pelli is op 4 kilometer van de streep. Hij komt stilaan in de lastige zone. Perez Quapio probeert weg te rijden van Garzelli. Ja, Mazzoleni is weg. Garzelli staat er alleen voor. Perez Quapio komt daar bij Zabaya. En Pantani in de problemen. Ja. En toch doen we nu al onze hoed af voor wat hij doet. Hij komt van zo ver terug. Hij is vooral bezig met de schade te beperken. Het is niet zo dat hem echt stilstaat. Hij blijft trappen, hij blijft meterke per meterke verliezen. Heb je de kleurtjes in Simonis haardos al bemerkt? Ja, alles is aangepast. Geen Pesacchi was in... Popovic krijgt het wat moeilijker. Popovic geeft 3 meter, 4 meter. Daar gaat Gilberto Simoni. Tot dusver kop en schouders boven de rest uit in dit werk. En hij heeft zoveel ervaring en zal wel perfect weten hoe hij die inspanning moet inschatten. En dit is nu toch meer op karakter bij Garzelli? Ja, dit is een totaal andere stijl. Hè. Dit is de man die... Dit is degene die we ervoor zien. Het is echt de man in topvorm. Misschien wel de vorm van zijn leven. En Garzelli is werken, is afzien. Werken om de schade te beperken. Om straks bovenop Alpe di Pampeago toch nog mee te kunnen doen in dat declassement. Daar voor de motoren, daar moet Belli rijden. Hij kijkt om, hij is nog altijd nerveus, is nog altijd niet zeker. En ziet hij Popovic komen of ziet hij deze Garzelli al komen? Nou, ik denk dat Popovic er zeker nog moet tussen zitten. Wij hebben hier geen enkel beeld gezien van Popovic. Dus die zal zeker nog niet ingelopen zijn door Garzelli, denk ik. Marco Pantani met Tocznik. Het zou goed zijn mochten we heel even een helikopterbeeld willen. Popovic naar achter, achteruit geslagen. Dat is zo. Misschien een beetje voortvarend geweest. Casagrande lost. Een beetje te lang blijven aanhangen. Roemstas vrij goed in het wiel van Garzelli. Ook Garzelli toch ook wel ontketend. Zo. Strijd in de strijd, zo zei de Kouwer. Tussen Popovic en ze rijden naartoe. Ze rijden er naartoe. Ja. Het is Simoni, hè? Nee, dat is Popovic die er tussen hangt. Hier rijdt Simoni. Dat is Simoni. En daartussen moet Popovic hangen en daarvoor moet nog Belli rijden, normaal gezien. Daar hebben we nog geen beeld van gezien. Hè. Die moeten nog altijd ervoor rijden. Hè. Mochten we dat hele beeld iets langer kunnen vasthouden, dan zouden we inderdaad veel beter de situatie kunnen inschatten. Wat is het verschil tussen Simoni en Garzelli? Daar gaat het om. Simoni goed, maar deze Garzelli heeft dat moeilijk moment heel goed ingeschat. Hier hij is komt Belli. Hier nu bij Belli. Hè? Belli wordt ingelopen. Simoni, en nu is misschien eens kijken achterom en die mogelijk... Waar Popovic zit. Ja, we zien daar toch nog niet meteen iemand opduiken. Nee, om dat tempo zal dat ook heel moeilijk zijn. Hij is gelost van deze Simoni en hij zal er zeker ook niet meer terug bij komen natuurlijk. En zie dat verschil in stijl. Hier is Jaroslav Popovic. En daar is... Je hebt gelijk. Garzelli en Companen. Ja. Popovic doet het nog altijd vrij goed. Maar is nog niet goed genoeg, nog niet rijp genoeg om die sterke Simoni te volgen. Maar wat ik wil aangeven, ook een strijd in de strijd bij Lamprey tussen Roemsas en Casagrande. Ja. Maar het zijn verdorie nog lastige kilometers. Maar er staan zoveel supporters. Kijk eens, leest u die namen op de weg om de 20 meter. De naam Simoni. Ja, dit zijn echt Alpe d'Huez toestanden. 3 kilometers voor Popovic, dus Simoni al iets dichterbij. De zwaarste kilometers. Perez Quapio, Peter... Met de dag, maar nog niet goed genoeg voor een ritwinst. Met de Casagrande, dat is ook zuiver op karakter. En Pantani. Ja, blijft zich aan tafel. Verliest een beetje terrein, maar blijft werken, blijft vechten. Slaat af en toe dat linkerknietje naar boven. En hij nog altijd de puik in het ritme. En zie hoe sereen dat aangezicht is. En je ziet hem af en toe zijn ademhaling goed onder controle houden. Puffen. Ja, dus... Het is misschien wel puffen, maar hij gaat in ieder geval vooruit. Dit is toch echt wel een heel sterk nummer van de beste man in de ronde, niet moeten we zeggen. De beste man in het Giro. De adelaar van Palu di Giovo. In de Val di Cembra, hier een goede 40 kilometer bergop.
En Jaroslav Popovic, ja, ook nog altijd goede kadans. Goed is zijn ritme, ze rijden zo maar niet naartoe. Hij heeft op tijd ingezien dat hij deze Simone moest laten rijden. Hij kon misschien nog 100 meters langer volgen of die demarrage misschien proberen beantwoorden om dan helemaal stil te staan langs de kant van de weg. Hij heeft dat heel goed gedaan, op jonge leeftijd toch op tijd inzien. En ik denk, zoals we het al een paar keer gezegd hebben, dit is een man die nu al bijna kan spreken over ervaring en die om binnen de toekomst, wanneer hij zo mag blijven evolueren, zeker en vast nog aan twee gekomen. Nu zien wat hij hier nu doet. Hè. Hij wordt hier nu ingelopen en kan hij hier nu stand houden. Dat is belangrijk. Bij Roemsas en bij Garzelli blijven. Ja, kijken waar Belly zit. Die moet hier misschien nog tussen zitten. Als die al niet voorbij is, want dat beeld hebben we dan toch niet gezien. 23 seconden is het verschil tussen Simone en Garzelli. Ja, Belly rijdt daar nog voor. Dan zien we daar links voor rijden. En hier Marco Pantani. Met Aitor González, die ook stilletjes aan beter wordt. Ja. Die zie ik morgen wel uitpakken, zoals de Kouwer in die tijdrit. Progressie bij Aitor González. Maar hij heerst. En toch is de schade nog altijd beperkt. Ja, we zijn nog niet boven, hè? Dus de laatste 2-3 kilometer stellen zeker nog mee. Situatie, Simone met een voorsprong van 23 seconden op Garzelli en Roemsas. Deze Belly op 15 seconden. Perez Quapio volgt op 30 seconden, die ziet u hier in beeld. En Casagrande, Noé en Mazzoleni zitten een klein beetje verderop. En wat doet Perez Quapio? Hij komt hier aansluiten. Hij komt terug. Mannen zien vooraan Belly in beeld. En Belly gaat weerom een vrij goede zaak doen. Zijn toch al heel dicht bij de kilometer 2 nu. Spandoek aan het adres van Adriano Dezan, vroegere collega van de RAI. Belly al heel dicht bij de kilometer 2, dus gaat deze mannen misschien nog wel moeten laten rijden. Maar heeft zeker heel goed gereden, gedoseerd om boven te komen. En niet direct het grote slachtoffer van die lange ontsnapping die hij toch opgezet heeft. En zal zijn plaats vooraan in het peloton, ja zeker, of in de voorlopige rangschikking zeker kunnen handhaven. Gaat misschien zelfs nog een beetje stijgen, staat nu 11e. Gilberto Simoni dus mogelijk op weg naar zijn tweede ritwinst in deze Giro d'Italia. Een tweede keer in de roze draai. Zal straks wellicht met een geruster gevoel op dat podium staan als de voorsprong in het algemeen klassement boven de minuut stijgt. Maar kijk eens naar de karakterkop uit Varese. Roemsas die niet overneemt omdat hij niet kan overnemen. Popovic die op zijn 23e fantastisch stand houdt. Perez Quapio zien we nog wel in staat, pure klimmer als hij is, om hem hier nog van weg te rijden. Ja, hij is precies aan het terugkomen. Hè. Kijk, recht op de trappers. Die had net even een tik gekregen in het begin van die beklimming. Had het een beetje moeilijk, om niet te zeggen heel moeilijk. Maar nu toch ja, beter in cadans misschien. Wel de betere klimmer van deze vijf man hier. Er is hier in die slotkilometers geen moment meer van herstel. Hè. Het is buigen of barsten. Blijven gaan. Belly volgt nu op 20 seconden. Maar die is ingelopen, hè? Belly is ingelopen. Die is ingelopen, ja. Dat wil zeggen dat Garzelli, Roemsas en Perez Quapio op 20 seconden zitten, hè? Lijkt mij dicht, maar ja, elke tijdsopname die in de genoeg gebeurt kan voor verschillende seconden zorgen natuurlijk. Hè. Dus wanneer ze een tijdsopname 500 meter verder doen, hebben ze al een totaal ander beeld natuurlijk. Dus het is afwachten. Popovic geeft nu toch wat ruimte. Belly moet loslaten. Popovic van Belly weg, dat is de logica. Maar Belly die toch ook weer de schade beperkt. Hier Andreano Wey met Casagrande. Wat rijden ze weer dicht opeengepropt. Ja. Simoni, hela. Aangemoedigd, dat mag niet. Aangemoedigd door een van zijn supporters. Hij wil dat niet. Maar ze zijn wel fanatiek hoor. Hij heeft een harde kern daar rondom zich in Palu di Giovo. Een dorpje van goed 400 zielen. De achterneef van Moser, Perez Quapio. Ja, op een van die steilere stukken zagen we er net Simoni. Echt wel, was echt geven ze. Quapio met Garzelli. Popovic zien we in de achtergrond. Roemsas hangt er nog altijd aan. In wat duren die laatste kilometers verschrikkelijk lang. Ja, dat zijn kilometers die minuten duren. Hè. Als je al eens 10, 15 per uur haalt, dan gaat al een hele kerel zijn. We mogen zeker de vergelijking met Armstrong niet maken, maar hij doet het een beetje op zijn Armstrongs. De ploeg goed laten werken in de vallei en dan in de laatste klim toeslaan. Zag je de supporterscharen van Gilberto Simoni? Ja, maar wat dan mooi is, ze zijn nu supporter voor alles wat met de fiets rijdt. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen ook voor Simoni, dus kijk, die mensen zijn gewoon wieler
supporter in hart en nieren. Hij komt dicht bij de laatste kilometer. Die trisbordjes, dat wil zeggen, 1500. Nog 1400 meter hier. Gaan we recht naar die tunnel, maar we gaan daar net niet in. Dus we gaan rechts voor de tunnel, rechts. Het zal niet veel meer dan een halve minuut worden, wat José de Kouwer. Alhoewel, het gat nu toch weer iets groter geworden is. Ja, ja, hij rijdt er iets verder van weg. Naar de laatste kilometer. Om opvolger te worden van Marco Pantani. En het doet ook bij hem pijn nu. Ja, het doet pijn. Zeker, zeker, zeker. Straks gaan ze op 280 meter van het einde gaan ze nog even een tunnel in. Dan gaan ze daar wel in. Dan komen ze op 250 meter voor de aankomstlijn komen ze uit de tunnel. Tunneltje van 30 meter. En dan hebben ze het gehad. Perez Quapio die zich plots opzij zet. Alsof hij het tempo gemaakt heeft voor Garzelli. Ja, tempo gemaakt voor Garzelli. Ik denk dat hij in de eerste plaats geprobeerd heeft om zelf iets te doen. En hier Simoni. Hij voelt dat hij aan het einde van zijn Latijn is. Wordt een beetje ongerust. Omkijken dus. Garzelli is minder goed. Maar kun je niet zeggen dat hij slecht is. Hè? Nee, absoluut. Hij is er nog niet vanaf. Hè? Laatste kilometer. Bijna laatste kilometer. En we hebben de indruk dat het verschil weer wat groter geworden is. Daar hangt de vod. Ze worden gek, alle Trentijnen. Hun koning. De winnaar van de Ronde van Italië van 2001. Legt hij hier de basis van een nieuwe zegen. Het zou kunnen, maar hij is zeker nog niet thuis. Want ook zij komen nu in het zicht van dat tunneltje. Ja, dat tunneltje. We moeten nu nog de laatste kilometer bereiken. Dat is nog erger. We komen nu aan de laatste kilometer, net voor die tunnel. 34 seconden. Oh. Hij heeft dus toch blijkbaar nog wat in petto. Ja, hier nog een goede versnelling hier net. Perez Quapio terug bij Garzelli ondertussen. Hij schraapt de laatste restjes uit zijn kom. En ze laten nu toch al het werk over aan Garzelli. En Perez Quapio komt weer terug. Gaat misschien nog eens proberen versnellen voor de tweede plaats. Noé en Casagrande op 44 seconden. Popovic ook bij die twee op 44 seconden. Kijk, het is werken. Hè. Het is echt, echt afzien. Ook bij hem. Grimassend nu al een kilometer of vijf aan een stuk. Garzelli. Maar goed dat hij erbij is. Anders was de Giro misschien vandaag al gedaan. En Quapio, die zien we straks in Piemont nog wel eens een etappe winnen. Want er is maar één echte grote Dolomietrit. Dat is deze. En Garzelli gaat er moeten nog een sprintje uitpersen tegen die twee mannen hier. Om de seconde van de bonificatie zoveel mogelijk te nemen. Ja. Benieuwd hoe Perez Quapio daar zal mee omgaan. En Roemsas, gaan ze hem die laten of recht voor gaan? In principe, Roemsas staat ook nog altijd zesde. Dus die kan ook wel de seconde gebruiken natuurlijk. Kan daarmee misschien, wanneer een seconde neemt voor Casagrande komen. Komt er sowieso al voor, omdat hem dus al voorsprong heeft erop genomen. Dus het is terug aasje over binnen die ploeg. De strijd tussen en Casagrande en Roemsas. Ook hij nu het stuur van onder en het gewicht goed naar voren om die steilste stroken toch nog te overwinnen. Ja, en als je Garzelli ziet rijden, zou je zeggen dat het sneller gaat bij Garzelli. Maar hij trapt kleiner. Maar hij trapt een paar tanden kleiner. Op naar de 40, 45 seconden. Straks het bilan. En daar komt hij in het zicht van de vaste camera's. Hij was de meester, de grootmeester van de Zoncolan. En gaat het nu ook worden op de Alpe di Pampeago. En daar vele spandoeken langs de kant. Kijk maar eens, Simone. Gilberto Simoni. Spandoeken voor Saico. Hij is de patroon van deze Ronde van Italië. Nog een goede 400 meter. En het blijft 400 meter klimmen. Hebben we dat tunneltje al gehad? Nee. Dan moeten we straks nog komen op 280 meter van het einde, zoals ik daarnet gezegd heb. Dan een tunneltje door 30 meters bij het uitkomen, 250 meters. En ziet hij de finishlijn bijna voor zich uitleggen. Dit is wel... Dit is een tunnel. En hij gaat inderdaad licht zien aan het einde van de tunnel. Zij zijn nu pas om die eerste tunnel heen. Het lijden zit er bijna op, Gibo Simoni. En winnen voor eigen volk, dat moet een ongelooflijk gevoel geven. Nog goed 200 meter. Dit is lastig, hè? Op weg naar het absolute meesterschap.
Maar zeker die Giro nog niet binnen. Want morgen een lastige tijdrit met een klimmetje onderweg. Maar met dit vormpellen gaat hij ook daar heel ver komen. Nog 100 meter voor Gilberto Simoni. Hij komt op gelijke hoogte van Garzelli wat het aantal etappe-overwinningen betreft. Maar hij overstijgt hem niet alleen in het klassement, maar ook omdat hij het zo groots doet. Hij valt aan in de roze trui en wint in de roze trui. Nadat Zoncolan hier Alpe di Pampiago. Heel Trentino in volle blijdschap. Schitterend. En nu uitkijken naar de strijd voor de tweede plaats. Met nog een versnelling van Garzelli. Ook 20 seconden bonificatie gepakt. Gilberto Simoni. Die pakt de volgende bonificaties. Het kan er allemaal op aankomen. Ja, de Roemsas gaan mee dus. Hè? Absoluut. De sprint van Roemsas. 30 seconden voorbij. Maar Garzelli. Oh, hij wordt tweede op 35 seconden. Roemsas dan op 37 seconden. En dan is het wachten op Perez Quapio. Volledig leeg, Garzelli. Perez Quapio is vierde. Popovic komt nog heel dicht. En die wordt vijfde. Op 51 seconden. En zesde is Noé. Op 55 seconden. Zevende Casagrande. Op een minuut. Allemaal aangezicht van verkramping. Het verschil in het klassement? Nu in het klassement bonificatie meegerekend. Ik denk 1 minuut 19. Stand tussen Simoni en Garzelli. Hier komt de Mazzoleni. Achtste. Knap van Mazzoleni. Ploegmaat van Stefano Garzelli. En dan komt daar Marco Pantani. Die we eigenlijk al iets hoger ingeschat hadden. Maar we mogen ook niet overschatten. Maar eerst moet nog over de streep komen Vladimir Belli. Belli wordt negende. Ja, heel sterk gefinished. En het was maar best ook dat de mannen van Saico zo sterk in de vallei gereden hebben. En Simone hier dichterbij gebracht hebben op 1 minuut 30. Belli is dus negende. En met het nummer 98 is Tochnik uiteindelijk als tiende over de streep gekomen. We zien Aitor González binnenkomen als elfde. Maar de camera wil Marco Pantani en krijgt Marco Pantani. Hij wordt twaalfde. Pantani twaalfde op 2 minuten en 4 seconden. Een klein beetje in crisis geweest, een klein beetje veel. Maar toch weer hopelijk voor hem straks een trapje hoger. Codol 13e, Gonchar 14e en Perizzotti 15e. En dat allemaal op 2 minuten en meer. 1 Simoni, 2 Garzelli op 35 seconden. Ook volgens onze computer. Dan Roemsas 3e op 36. Perez Quapio 4e. Popovic, Noé, Casagrande en Mazzoleni. 7 man binnen de minuut, schade beperkt. Schade beperkt. En heel sterk vind ik de prestatie van Vladimir Belli. Hier komt Baranowski. Juist. Dario Frigo is ondertussen als 16e over de streep op 2,52. Baranowski mogelijk 17e, maar misschien al een paar renners aan het zicht. Carpone. Ja, aan het zicht van de camera ontsnapt. En net zoals dat op de Zoncolan het geval is, komen ze in trosjes. Eén voor één over de streep. Hier komt Sabaya binnen. Dat kan niet, hè. Pacifica Generale, Garzelli op 36 seconden, dat is onmogelijk. Dat is het klassement van gisteren nog. Dat ziet er beter uit. Goed gerekend, José de Kouwer. 1.19, Noé, toch maar derde op 3.39. Maar die krijgt Popovic achter zijn veer morgen in die tijdrit. 4.09. Roemsas, ook een goede tijdrijder. 5.08, die gaat ook nog opschuiven. Casagrande, 5.33. Daar voor de ereplaatsen is nog veel te doen. Ja, en hier is Scott Sunderland. Altijd goed in het gebergte. Goed, sterk. Voor mij is dat een ontdekking. En ik weet niet hoe dat voor Scott zelf is. Ik denk dat hij zichzelf ook een beetje ontdekt als goede klimmer. Ja, alhoewel we van Scott toch in het verleden ook goede dingen gezien hebben. Zelfs in een vrij lastige wedstrijden. Ja, dat is misschien waar. Niet echt het supergrote werk, maar toch... Daar komt nu Freddy González. En ik heb de indruk dat Moreno Di Biasi daar ook al bij is. Hier de laatste meters van Gilberto Simoni. Nadat Zoncolan
Alpe di Pampeago. We zijn ook al over de streep gekomen. Figueras als 17e. De winnaar van de 14e etappe, Gilberto Simoni. En nu even naar het passement kijken. Simoni voor Garzelli op 1,19. Noé op 3,39. Popovic vierde op 4,9. Roemsas vijfde op 5,8. Casagrande zesde op 5,33. Popovic, Roemsas, Casagrande. En neem er ook Noé nog maar bij. Dat wordt morgen het aantrekkelijke in die tijdrit. Dat wordt een geweldig gevecht voor die derde plaats. En ook nog, ondanks alles, 1 minuut 19 en een vrij lange behoorlijke tijdrit. We gaan kijken morgen. Hè. Dus normaal gezien, de man in vorm hier, Gilberto Simoni, moet dan ook morgen natuurlijk die tijdrit kunnen afrekenen met Garzelli. Dus dat zijn een belangrijkste tegenstrever. En belangrijk voor het kopje van deze Simoni vandaag alweer het bewijs geleverd dat hij bergop de sterkste is. En dus gaat hij toch met ook die bonus, een mentale bonus, morgen starten in die tijdrit. Hij is op elke belangrijkste afspraak is hij de beste geweest. En laat ons zeggen dat we morgen misschien een iets andere afspraak krijgen, een tijdrit. Maar ik denk dat het beeld, normaal gezien, moet hetzelfde zijn.